Jordi van den Heuvel van de politie, we staan bij de brand. Wat is er precies gebeurd? In de Vaatbestaat in Breda is een meubelmakerij in de brand gevlogen. En daar is de brandweer nu hard aan het blussen om te zorgen dat de brand geblust wordt. En 10 woningen die daar vlakbij lagen, die zijn ontruimd. Waarom worden de huizen ontruimd? Uit voorzorg worden ze ontruimd. Er zijn tot nu toe gelukkig nog geen gewonden gevallen. En dat willen we natuurlijk voorkomen. En uit voorzorg worden ze ontruimd en opgevangen. Ten tijde toen de brand uitbrak, waren er toen mensen in het gebouw? Voor zover ik weet waren er geen mensen in het gebouw aanwezig en daardoor zijn er dus ook geen gewonden gevallen. Inmiddels is wel de eigenaar gewaarschuwd uiteraard en die is ook nu aanwezig. Het is een interieurbouwbedrijf, er wordt ook met verf gespoten en spuitcabines. Is er nog kans op gevaarlijke stoffen die vrijkomen? Nou, in het moment staat een meubelmakerij in brand en daarnaast is een bedrijf wat een verfspuiterij is. En we willen uiteraard voorkomen dat die ook in de brand vliegt. Dus vandaar dat de brandweer hard bezig is om te blussen en te voorkomen dat daar ook brand uitbreekt. En daar zijn ze dus nu hard mee bezig. Het is in de woonwijk, dus ik begrijp het wel enigszins, maar er is wel extreem veel brandweer en hulpdiensten op de been. Nou, of het extreem veel is, weet ik niet. Maar het is wel zo natuurlijk dat de nodige voorzorgsmaatregelen worden genomen en het materieel wat nodig is, wordt hier naartoe gehaald. En we hebben het toch over een zeer grote brand, dus het is gewoon nodig. Weet u al iets over de schade die er mogelijk zou kunnen zijn bij toch de huizen die er omheen staan? Waterschade bijvoorbeeld? Nou, op dit moment kunnen we nog niet inschatten of er schade is. Dat moet altijd blijken als de brand meester is en dan daarna.